zoekplaatje. Als je heel goed kijkt, zie je hier nog een auto verstopt staan. Onder al het hout. Daar is de radiator. Ik denk niet meer dat hij het nog doet. Ook autodeuren kun je voor heel veel nuttige dingen gebruiken. Zoals omheining. En de meeste autoruiten in het huis en in de stal enzovoort komen van deze Peugeot. Een mooie oude Peugeot 403. Menig liefhebber zijn hart keert nu om. Ook een autoruit. Dit is in de zadelkamer. Dit zijn allemaal autoruiten. Dit zijn allemaal autoruiten. Duidelijk herkenbaar aan de ronde vorm. En een echte kenner zal hier ook een autoruit in herkennen. Misschien wel van een snoek. Een oude DS. Dit is ook een ruit. Een achterruit. Nog met achteruitverwarming. Jawel. Hij doet het niet meer. Hij heeft nog wel zo'n rubberen rand, dat wel. Dat maakt het toch allemaal wel weer ontzettend waterdicht. En wat hebben we hier? Autoruitjes. En autoruitjes. Nog steeds met knopje eraan en nog meer autoruitjes. En dit is, voor zover we weten, althans op dit moment, het laatste autowrak. Ontzettend super schattig busje. Daar staat het schatje. Kijk, dit is gewoon een boom. Door het raam heen gegroeid. Zo lang staat hij er al.